Met wie hebben we te maken? Uh, mijn naam is Alex Klevers. Ik ben eigenaar en chef-kok van restaurant Vivendum. Ik heb een Michelin-ster sinds 2007. Wat heb jij met Nederland? Uh, met Nederland heb ik heel veel. Ik ben afkomstig uit Nederland. Ik ben geboren in Nederland. Ik ben hier in België terechtgekomen. Uh, wij doen redelijk wat zaken in Nederland. Uh, het is, het is, alles is hier vlakbij. We zitten op 5 kilometer van Nederland. Uh, ik ben bij een Nederlandse organisatie aangesloten. Dat is Gastronomiek, uh, zowel ook bij Crossing Borders. Dus wij doen wel redelijk wat zaken in Nederland. Is het omdat je Nederlandse afkomst hebt, of omdat je zegt het zou dom zijn om het niet te doen als je zo vlakbij bent? Uh, tuurlijk zou het dom zijn om het niet te doen. Waarom? Omdat er is heel veel potentieel er is. Uh, er zijn heel veel mensen, vaste gasten die we hebben die Nederlanders zijn. Ja, je zou die markt gewoon moeten meepakken, omdat het ook heel dichtbij is. En je blijft niet alleen in deel in Stockholm, je bent ook bereid om over de grens bijvoorbeeld naar Maastricht te gaan? Ja, we doen uh, regelmatig uh, events in Nederland, zowel diners. We doen uh, voor de TFAF redelijk veel, we doen uh, provenement doe ik elk jaar mee. Plus nog een aantal uh, dingen die ze in Nederland organiseren. Is de Nederlandse markt anders dan de Belgische markt? Uh, de Nederlandse markt is iets anders, fijn, maar dat maakt het ook heel boeiend. Uh, je kunt op verschillende manieren mensen benaderen, het vergt ook een iets andere publiciteit. Maar dat, uh, over het algemeen gaat dat heel goed. Uh, je moet er gewoon op inspelen. En wat zijn jouw ambities voor de komende vijf jaar bijvoorbeeld? Uh, mijn ambities zijn om dit restaurant verder uit te bouwen, uiteraard. Wij, om zo door te gaan zoals we nu bezig zijn. En uh, mijn ambitie ook is om elke dag met plezier te komen werken. Dat is mijn grootste ambitie.